Oh nee, ik wil niet doodgaan. Ik wil niet doodgaan, ik wil niet doodgaan, ik wil niet doodgaan. Holy shit, waarom zijn jullie zo sterk? Waarom zijn jullie zo... Yo mensen, mijn naam is Damien en welkom terug bij helaas de laatste aflevering van de Lord of the Rings mod van deze week. Rustig maar jongens, er gebeurt niks. Welkom bij weer een nieuwe aflevering jongens, dit is vrijdag. Er is iets gebeurd, ik sta namelijk nu al in Nirhadad Vertaal, dus wat gebeurt, ik zal het vertellen. Ik begon net ook al met opnemen, toen ging ik hier, even kijken, ik was in de semi-desert, ik was hier zo. En toen wilde ik dus een dorpje opzoeken, want dat zei ik de vorige episode zei ik van ik wil een Nirhadad dorpje vinden. Toen was ik ook hierheen geweest, toen ben ik naar de forest geweest. Alleen ik kon niks vinden, ik heb heel lang gelopen, maar ik kon geen dorpje vinden. Dus toen heb ik die episode maar gewoon gestopt, want ik dacht ik ga niet een 20 minuten lange episode uploaden waar ik alleen maar praat en niks vind. Dat is niet leuk. Maar ik heb er nu dus eentje gevonden, right there, achter mij. En dan gaan we nu gewoon heen, dus ik ben heel benieuwd wat ik daar kan vinden. Ik had even gegoogeld van waar ze spawnen en het was dus in Fertile. Hier is er een. Maar daar in de verte zie ik ook iets. En dat weet ik niet wat dat is. Maar dat gaan we ook uitvinden jongens. Hier is in ieder geval het dorpje. Er staat een hele grote toren in met vuur bovenop, dus... Dat belooft iets, denk ik. Ik weet niet of het iets goeds is, maar we zullen het zien. Au, there we go. Ik weet niet waarom ik dat deed, maar het zal wel. Ik word ook meteen aangevallen. Holy shit. Door een... Oh my god. En natuurlijk moet mijn Minecraft crashen net als ik weer begin met opnemen. Echt serieus, dat is weer typisch mij. Ik weet ook niet waarom ik nog steeds op de boom sta. I really don't know. Maar ik word nog steeds aangevallen door die dude daar. Holy shit, volgens mij heb ik geen arrows meer. Nee. Goddammit. Ah! Holy shit, gek. Dat was een goed schot. Dat moet ik toegeven. Maar het is wel fucking irritant. Dus kom even hier. Kom even dichterbij. Gast, blijf je daar serieus staan? Really? Oké, really? Nee, had dat mensen zijn echt poesies, jongens. Holy shit. Ik ga gewoon die stad in. En ik moord iedereen die ik er zie. Serieus. Ik ben boos. Sowieso omdat mijn Minecraft crasht. Omdat die opname net niet leuk was. I don't know. Ik heb geen idee wie jij bent. I really don't care. Dit zijn trouwens gewone Harad mensen, jongens. Dit zijn geen Harad warriors of zo. Maar sodemiet maar op, want ik kill iedereen. Ik zweer het, jongens. Ik ben op een rampage. I really don't care. Even kijken, dat is geen goede loot. Zit hier nog wat bij? Dat is een appel. Ik wou de appel niet opeten. Wat? Ik wist niet dat dat kon. Wauw, nu kun je dus ook op bordjes rechts de muisknop klikken en dan eet je het. Ik weet niet hoe lang dat al is in de mod, maar voor mij is dat nieuw. Oké, dat is ook een nieuwe mod. Ik wou eigenlijk de appel, of de nieuwe mod, een nieuwe update. Ik wou eigenlijk de appel oppakken en meenemen. Maar opeten is ook goed, I guess. Waarom niet? Hoppakee, in je rug. Wat vind je daarvan? Vind je niet zo leuk, hè? Donder dan maar op, hè? There we go. Holy shit, nu komt het hele dorpje om me af. Twee mensen. Hey, en daar zijn ze. Of daar zijn ze niet meer, eigenlijk. Alright, deze gaan we even looten allebei. Ik ga alleen maar voor de chesten. Cool, is handig om mee te nemen natuurlijk. Nog een appeltje. Hoppakee. Die eet ik wel gewoon op, waarom niet? Wat de hel? Waarom zou je op het dak slapen? Ik bedoel, ik snap dat het warm is hier. Ik bedoel, het is de fucking... de fucking woestijn. Maar dan hoef je nog niet op het dak te slapen. Als ik in een woestijn zou wonen, jongens, dan zou ik alsnog wel gewoon binnen willen slapen. Gewoon ook omdat er insecten zijn en zo... Weet je, insecten, mensen hier? Insecten? Mensen hier zijn een beetje raar. Laten we daar maar gewoon van uitgaan. Yo, what's up? Ik vraag me af waarom ze mij niet aanvallen eigenlijk. Want ik kill ze allemaal. En het boeit ze waarschijnlijk helemaal niks. Dus I don't know. Appeltjes, potatoes. En laten we de carrots ook maar meenemen. Want het is misschien wel handig gewoon... Voor als we een keertje nog een farm gaan fixen. Sowieso dat we die... dat we zo'n farmer kunnen huren. Dat is vet handig. Was ik hier al geweest? Zo, dan ging mijn stem even overslaan, jongens. Holy shit. Oh man, wat de hel. Dikke farm hier ook. Dikke boerderij of zo. Dude, zit hier iets in? Oh, helaas. Helaas niet. Maar waarom vallen jullie mij niet aan? Dat vraag ik me een beetje af. Ik bedoel, jullie pakken pas je zwaarden als ik jullie steek. Als ik jullie sla. Dus ik voel me wel een beetje slecht, maar I really don't care. Geef mij alle wortels, man. Hoppakee. Ik maak al jullie farms kapot. Oh, dat vond hij ook niet leuk. Dat vond hij ook niet zo leuk, hoor. Oh. Toen ik zijn farm kapot ging maken, toen werd hij ook boos. I don't care. Word jij ook boos als ik dit doe? Als ik dit doe? Dit doe? Of vindt ze niet erg? Oh. Oh, ik dacht dat ze wat ging drinken en me ging aanvallen. Maar doet ze... Oh, dat doet ze wel. Gast, ben je een vrouw trouwens? Oh nee, je bent wel een dude. Eerst blijft hij vet lang toekijken, neemt hij een slokje van ze drinken en dan denkt hij van, oh shit. Iemand zit op mijn farm. Ja, inderdaad. Oh, ik kwam ontwijken. K,
goddammit. Wegwezen. Ik vond dat zwaard niet fijn, jongens. Of zwaard. Ja, wat is het? Een soort bel. Die halberd. Albert. Dat ding. Ik vind hem niet fijn. Hij is zo langzaam. Kijk. Duurt zo lang. Je kan iemand wel van veraf ermee raken, ja, maar ik vind hem gewoon niet fijn. Holy shit, gek. Ik word veel geraakt hier. Kunnen we even... Holy shit. Oké, ik ga hier even invluchten. Kan dat? Oh my god. Wow, wow. Stop met schieten. Ik ben onschuldig. Eigenlijk niet, maar I don't care. Snel eten. Hoppakeetje. En dan ga ik even dit huisje in. There we go. Oh, ik wou het eten, maar ik had net al eten genomen. My bad. Mijn fout. Even kijken, we hebben cooked mutton. I really don't care. Er zit sinaasappelsap in. Maar daar heb ik nu ook echt totaal geen zin in. Oh, huh? Ik sta achter de deur. Hoe kon hij mij raken? Huh? Ik stond... Serieus, ik kreeg damage, maar ik stond achter de deur. What the fuck was dat? Nee, serieus, what the fuck was dat? What the hell? Ze zitten overal. Sodomiet erop. Hoeveel damage? Wow. Blokkeer de deur. Blokkeer de deur. There we go. Haha. Oh, there we go. Wat is dat? Je kan mij niet raken hoor. Ik weet niet, maar... We hebben een lemon cake. Een citroencake. Oké, dat klinkt heel zoet. Maar ook misschien wel lekker. Ik moet weer eventjes wat sorteren, jongens. Of even wat kwijt hierin. Oh. Oh, die kan niet binnenkomen. I mean, I don't care. Even kijken, dat kan erin. De signs en de... strings. Ik heb dat visje op. Hoppakee, zijn we weer vol. Dan neem ik de lemon cake mee, de pork chops. En daarboven zit toch niks. Dus dit kan weer weg. En dan pak ik hem aan. There we go. Holy shit, gek. Die mensen hier zijn best wel sterk. Ik vraag me af of ze steeds weer spawnen of niet. Want ik denk dat ik toch uiteindelijk wel het hele dorpje een keer heb uitgemoord, of niet? Dat denk ik tenminste. Oh! Oh jongens, het zijn er meerdere. Ik hoor een... Hoeveel zijn het er ineens weer? Ineens weer drie, hè? What? Vier! Uit het niets! Uit het niets! Huh. Holy shit. Kwam ik hier niet vandaan? Nee, volgens mij niet, toch? Ren het dak op. Oh, ze komen binnen. Oh, ze komen binnen. Ik hoor de deur. Ze komen binnen. Komen ze naar boven? Oh, ze komen niet naar boven. Oké. Jongens, we kunnen even regenerate hier. Holy shit. Die mensen zijn agressief, man. Of ja, logisch ook, want ja, ik moord eigenlijk een hele dorpje een beetje uit. Maar dat maakt niet uit. Jammer dat ik geen arrows heb. Oh, wacht, ik heb de blowgun. Door wat word ik geraakt? Wat? Oké, hij schoot door het raam. Oké, ik zag het. Hij schoot door het raam. Ik zag hem dit keer. De blowgun. Ik zet de blowgun er neer, want daar heb ik nog heel veel darts van. Dus dan doen we het maar gewoon zo. There we go. Oh. Yes. Holy shit, dat was close. Die was close. Nog iemand buiten? Iemand? Ik heb een blowgun. Ik blaas een papieren pijltje op je. Hop. Even een waarschuwingsschot, jongens. Je weet het maar nooit. Oh, nou, die kan ik gewoon met mijn zwaard. Dit zwaard. There we go, ja. Ik had hem al. Hoppakee. Jij nog even. Ik moet het hele dorp hebben, jongens. Er zijn nog twee warriors, zo te zien. Of wat zijn het? Archers, warriors. Een van de twee. Hoppakee. En hoppakee. En nu deze nog. Niet raken, please. Oh, mis. Oh, shit. Die was wel raak. Damn it. En... Schiet maar. Schiet. Wow, hij gaat ook echt wachten tot ik stilsta. Man. Wat een loser. Oké. Ik denk dat ik nu wel het hele dorpje heb gehad. Denk ik. Ik weet niet hoeveel ik er gekild heb, jongens. Laten we even naar mijn... hoeveel heb ik? Min 128. Holy shit, dat is veel. Dat is best wel veel. En wegwezen jij. Oh, waarom pak ik dit zwaard? Dat was niet de goede. Oh nee, ook niet de blowgun. Ik ga niet met mijn blowgun slaan. Oeps. Heb ik dit al gehad? Ik weet het niet meer. Oh, deze heb ik zeker niet gehad, denk ik. Maar ik hoef alleen maar de cooked chicken eigenlijk. De rest boeit me niet zoveel. Thank you. Ik zou eigenlijk de deuren open moeten laten staan van degene die ik gehad heb. Dat lijkt me slim. Steak, sure. Carrots, paper. Ik wou... Nee, laat maar zitten. Oh, open laten staan. Waar kom jij dan ineens weer vandaan? Spawn jij hier nog? Ik heb jullie allemaal uitgemoord. Oh, geef mij de coins. Hij dropt de coins, jongens. Dat is chill. Wow, gek. Ik was net niet... Ik denk dat ik jou in jouw huis ben geweest. Nee, toch niet. Huh? Jongens, welk huis heb ik allemaal gehad? Of was het dan... Oh, dat was aan de andere kant waarschijnlijk. Ja, want dit heb ik ook nog niet gehad. Oké. Sowieso, waarschijnlijk in al die huisjes zit gewoon eten. Hey, hallo. Oh, er komt naar buiten. Je komt naar buiten. Het enige vrouwtje die ik ben tegengekomen. En je bent neer. Wat vind je ervan? Mevrouw? Denk dat je niet zo leuk vindt, hè? Oh, jongens, pas op. There we go. Een kale, of een boze kale man. Dat is ook niet fijn. Nou, dit is gewoon allemaal eten. Dude, als je eten wil, kun je ook best hierheen gaan. Holy shit, ze hebben veel eten. Ze hebben gewoon veel shit.
Nou, heel veel troep eigenlijk, maar het is ook best handig. Of nou ja, sommige dingen. Oké, de kool wil ik ook wel mee hebben. There we go. Jongens, laten we nu naar de toren gaan, want ik ben daar wel het meest benieuwd naar. Oh, we moeten ook nog naar het andere ding. Sorry, ik was dat helemaal vergeten. Dus we gaan nu even snel naar de toren. Kijken wat er in de toren zit. Als er niks interessants in zit, dan gaan we gewoon meteen door naar dat andere ding daar verderop. Het leek op een soort tempel-achtig iets. I really don't know. Auw, shit. Wacht even, jongens. Mooi momentje. Wow, wat zei ik? Ik wou momentje zeggen. Maar het lukte niet helemaal. Het ging mooi momentje. Shit. Oh. Oh my god, dat was close. Dat was close. Ik pak mijn blowgun. Hop. En hop. Was die raak? Hop. Come on. Come on, Damien. Oh. En... Oh. Nee, shit. Hij miste ook. Hij miste ook. There we go. There we go. Hoeveel hits hebben jullie nodig? Kom op, man. Kom maar. Serieus, gaan jullie weer wachten tot ik kom? Wedden, ze gaan weer wachten tot ik kom. Oh, dan ging iemand naar binnen. Even de regen snel uit. Dash toggle. Snel typen. Downfall. Oké. Zit hier nog steeds? Huh. Ik zag ze staan, hoor. Ik wist het. Auw. Recht op mijn kop. Come on. Hoeveel hits hebben jullie nodig? Oh my god, please. Sterf. Eén van die twee. Of één van die drie. Het waren de drie, toch? Come on, jongens. Oh my god. Oh my... Wat? Hoe vaak moet ik op jullie schieten met mijn... Wow, ik mis ook heel veel trouwens nu. Oh my god. Oké, nu ga ik er gewoon heen. Ik ben er klaar mee. Ik ben er klaar mee. Come on. Dat is één. Oh nee, ik wil niet doodgaan. Ik wil niet doodgaan. Ik wil niet doodgaan. Ik wil niet doodgaan. Holy shit, waarom zijn hun zo sterk? Waarom zijn jullie zo... Nee. Dit gaan we niet doen. Dit gaan we niet doen. Dit gaan we niet doen. Ik word gek van die archers. Waarom zijn er alleen maar archers? Oh, waar zijn de gewone warriors? Waarom zijn er alleen maar archers? Please, what the hell? En waarom word ik zo hard geraakt? Dat vraag ik me af, want ik heb gewoon goede armor aan. Ik heb veel Tauradine armor. En alsnog ga ik echt hartstikke do... Oh, wacht. Oh my god, ik... Huh? Waar is mijn spul? Oh nee, wacht, dit... Oh nee, waar is mijn Galvorn armor? Want dat wou ik pakken. Oh my god, waar is mijn... Jongens, waar heb ik mijn Galvorn armor gelaten? Nee, serieus. Even serieus. Want dat had ik gewoon aan kunnen doen hier. En dan was het... Oh my god, ik had gewoon mijn Galvorn armor aan kunnen doen. Maar waar is mijn armor? Jongens, weten jullie dat? Laat even weten. Of heb ik mezelf dat toen vergeten terug te geven? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Nee, fuck dat. Ik hoef dat niet te hebben. Jongens... Want ik had toen een nieuw wild moeten laden en zo. Of nee, wat was het ook weer? Ja, dat was het wel. Ik denk dat ik het toen vergeten ben. Ik denk dat ik toen vergeten ben met mijn Galvorn armor terug te geven. Really? Ben ik dat vergeten, ja? Holy shit. Oh my god, was dat net gewoon zoveel makkelijker geweest als ik mijn Galvorn armor had gehad. Dan hadden ze me gewoon niks kunnen doen. Gewoon helemaal niks. Echt serieus, helemaal niks. Wow, hij gooide zijn speer. Doe eens normaal, man. Doe eens normaal. There we go. Easy. Geef mij die arrow. Die kan ik wel gebruiken. Oh man, jongens. Ik voel me zo dom nu. Waarschijnlijk zaten jullie echt met jullie handen in jullie haren zo. Oh, Damien. Please. Doe je call voor armor aan, man. Doe eens normaal. Jongens, I'm sorry. Ik heb het nu ook door. Serieus. Wauw. Dat was dom. En wat is dit voor... Wat is dit? Wat is dit voor vaagtoren met brandende dirtblokjes? Nou, ik weet dat het geen dirtblokjes zijn, maar het ziet er gewoon vaag uit. Oké, nou, dit was niet zo, zo spannend. Maar nu gaan we naar de tempel. Oh, kan ik hier uitspringen? Nee, waarschijnlijk was dat ook trouwens geen goed idee geweest. Maar ik dacht, waarom niet? Het was een snellere manier naar beneden. Dat was het sowieso. Ja, laten we naar de tempel gaan. Ik hoop dat daar wat betere loot zit dan hier. Deze toren valt echt tegen. Wat ik allemaal voor heb moeten doen. Holy shit. Als het goed is, zat dat ding daarheen. Die kant op, bedoel ik. Oh man, hopelijk wordt dat ook niet bewaakt door allemaal van die... Oh man, allemaal van die Harad archers. Oh, vreselijk. Sowieso archers vind ik echt verschrikkelijk. Gewoon ook in PvP. Als je aan PvP hebt met mensen, in Sky Legends bijvoorbeeld, van de Dodocraft server. Archers zijn echt verschrikkelijk. Schiet die overal af. Echt, wauw. Oh, wauw. Ja, het is echt een dikke tempel, man. Wat is dit nou weer? Is het een beacon tower of zo? Is dat een beacon? Staat er een beacon bovenop? Ik kan het niet zien. Laat me even zien. Dat is ook weer zo'n brandend vaag blokje. Is dit een beacon? Wow!
Dude, als we het over archers hebben en ergens over afschieten. Een archer op een paard. Kun je het nog gekker maken? Een archer op een fucking paard, serieus. Ik ga je paard niet halen, of via die. Dan ben je niet zo stoer meer, hè. Holy shit. Oh, jongens, ik dacht dat het een dikke tempel was. Vanaf die andere kant leek het veel groter. Serieus, veel groter. Holy shit. En deze archer wordt echt zo vaak geraakt. Deze blowgun is echt zo slecht, jongens. Hij is echt, echt waardeloos. Kijk dan. Hoe vaak heb ik hem al geraakt? Dude. Oh, nou, nu is hij wel dood. Als ik in het echte leven een fucking dartpijltje in me zou krijgen. Dan nou, echt 10. Dat stuk of 20. Nou, dan lig ik al wel op de grond hoor, denk ik. Dan zit ik niet nog vrolijk op mijn paard. Holy shit. Nou jongens, dat was het dorp. En dit is, nou ja, dacht ik de tempel. Maar dit is gewoon een beacon tower, denk ik. Ik denk ook niet dat er iets onder zit. Ik denk het niet. Nee, denk ik niet, hè. Nope, dit was gewoon een beacon tower, gok ik. Jongens, als jullie het zeker weten, laat het weten in de reacties. Ik denk het wel. Dat was het dorp. Het dorpje was echt een pain in the ass. En wat hebben we er eigenlijk uitgehaald? Ja, echt alleen maar eten, of niet? Eten en pijltjes en eten. Heel veel carrots en zo. Nou jongens, weten we dat ook weer. Ik ga in ieder geval hier de episode eindigen voor vandaag. Jongens, ik zie jullie maandag om 6 uur weer bij een nieuwe episode. Laat eens even weten... Oh, sorry, ik moest boeren. Laat even weten in de reacties of jij zeker weet dat dat gewoon een beacon tower is. Ik denk het wel, lijkt heel erg op. En dan zie ik jullie allemaal maandag dus weer, jongens, om 6 uur bij een nieuwe aflevering. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Vergeet ook niet te volgen op Twitter en Instagram. En als je deze aflevering leuk vond, vergeet ook niet op dat blauwe duimpje omhoog te drukken. Jongens, nogmaals, fijn weekend. En ik check jullie later.